Maar dan krijg ik een onverwacht telefoontje van melkveehouder Frans. 10 jaar geleden deed hij mee aan Boer zoekt Vrouw. Er is paniek. Hij heeft bericht gekregen van de overheid dat hij een torenhoge boete moet betalen. En een groot deel van zijn koeien en al zijn jongvee weg moet doen. Hi! Hoi! Hoe is het? Ja, ik kom al 100.000 bedden mee. Mooi, ja. Jongen, jongen, jongen. Ja, een hele toestand, hè? Ik zie hier wallen. Ja, of slecht slapen, dat nog niet meer. Ja, het maalt de hele dag door je hoofd, hè. Ik weet niet hoe nou verder. En, het is één ding, ja, wie wilt ook heel graag verder. En ik vecht er net zo lang door totdat, ja, totdat het goed kan. Door een milieumaatregel van de overheid moet Frans 30 van zijn gezonde koeien en al zijn zelf opgefokte jongvee wegdoen. Iedere dag dat hij ze langer in de stal laat lopen, lopen ook de geldboetes torenhoog op. Overigens krijgen alle Nederlandse veehouders te maken met deze wetgeving, omdat wij als land in zijn geheel veel te veel mest produceren. De schadelijke stoffen in de mest vervuilen het grond- en oppervlaktewater en de overheid neemt dus rigoureuze maatregelen. Want 30 moeten er weg, zeg je? Ja, die moet weg, ja. Maar welke zijn dat? Ja, welke zijn dat? Wie gaan er weg? Ja, zoals die koe, die is drachtig. Ja, ik hoor zeggen 80% van de stal, ja, daar zit allemaal een kalfje in. Weet niet, en dan dus, ja, die koe die moet dan weg. Zoals die maar koe, en weg, wat ga je ermee doen? Ja, slacht. Dus er gaan allemaal zwangere koeien naar de slacht? Ja, die koeien die gaat dan, ja, die moet dan, ja, het is niet anders. Weet niet, ik denk ook van, ja, het is toch ook van de soort. Weet niet, ja, die zwangere koeien die moet, ja, slacht. Kijk, het is natuurlijk wel in zo'n stal met 111 koeien heb je wel, ja, 3 of 4 koeien die iets minder zijn, weet niet. Maar die koeien die loopt nog wel, dat denk ik ook van. Je hebt hier ook wel zo'n koe in Londen, die is al 8, 9 jaar oud. Dat is Truus staat, weet niet. En die kun je ook zien, die loopt een beetje scheef, weet niet. Maar ja, die koe, daar merk je niks aan. Maar wie is Truus? Laat Truus eens even zien. Die is nog ons Truus steert. Oh, hier, daar zit ze. Wie is Truus? Dit is Truus, die. Deze? Ja. Dit is Truus? Dat is Truus. Maar Truus gaat naar de slacht? Ja, dat is al wel mot. Kijk, en dat is gewoon zo'n koe van, ja, ieder jaar gewoon netjes op 2,30 en dat is gewoon een oersterk beest. Maar waarom hoort zij dan bij die 30? Ja, omdat die koe, die kan nog wel 4 jaar lopen, maar omdat... De productie van die nieuwe koe, weet niet, dan is het weer het financiële plaatje. Zo'n jonge koe, weet niet, die kan nog wel 8, 9 jaar doorlopen. Maar Truus is ja, daar komt een keer een eind aan. Je kunt, die koe die wordt geen 30. Maar vandaar dan kies ik eerder van, ja, dan moet Truus helaas maar weg. Want die nieuwe koe, die geeft meer pit, die geeft meer melk, weet niet. Want het hele financiële plaatje komt er ook bij. En anders misschien die koe wat net een kalf heeft gekregen, wat nog helemaal fris is. Ja, dan moet die maar wegdoen. Maar ja, dan heb je zo'n plas melk onder zitten en dan... Als je dan hier de veerwagen op moet en dan komt er biet slachthuis en dan, ja, dan loopt de melk eruit. En dan denk je ook van, ja, weet je, soms ook wat denken van, ja, wat is dat nou weer van de boer? Ja, maar Yvonne, dit is allemaal zo krom. Je kunt er dagen en nachten nou lullen, je komt er niet uit. Ik zeg ook altijd van, als iets niet wil, zoals met de problematiek in Den Haag ook. Als iets niet wil, zoals nu ook, weet je, met de hele fosfaatgroep. Als iets niet wil, ga dan weer terug naar de basis. Hè. Als je een koe wilt hebben, wat heb je als eerste nodig? Ik moet een stalletje, ik moet voer, ik moet... Ja, voer. Maar waar haal je dat voer vandaan? Ja, van het land. Heiland? Nee. Nee, nou. Dat is juist de basis. Als je iets niet wil, gaan we weer terug naar de basis. Nou, hoeveel bundel grond heet? Nou, zoveel hectare grond heet. Nou, en daar kun je zoveel koeien op kwijt. Ga jij hier aan failliet? Oh, niks doen wel, ja. Ja. Dan zijn er ook boeren die zeggen, ja, ze hebben gewoon niet goed opgelet. Ze hebben altijd geweten, als je uitbreidt, er komt weer een andere grens. Ja, dat klopt. Ben je niet veel te hard gegaan? Heb je gewoon niet iets over het hoofd gezien? Nee, ik heb niks over het hoofd gezien. Ik heb toen in 2009, ik heb de bouwtekening heb ik in Heusling. Dus de stal die stond daar tot aan de beek om. Voor 240 koeien. Maar toen zag ik de bui al wel hangen. Ik denk, dat komt nooit goed. Want we hebben grondtekort. Toen heel alles teruggezet van... Doe maar normaal, weet je niet. Kijk maar eerst naar een aantal hectares grond en aan de hand daarvan kun je die stal neerzetten. Dat hebben we gedaan. Maar is dit ook niet gewoon iets wat hoort bij ondernemen? Jij bent ondernemer, je hebt vette pech, beetje flexibel en we gaan weer door. Ja, natuurlijk, er zit een ondernemingsrisico in. Maar als je deze mes van deze koeien op onze eigen grond kwijt kunt, wie ben ik dan? Wie is er nou te zeggen van ja, dat mag niet?